Goedenavond, dames en heren, raadsleden. Hartelijk welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 3 april 2018. Open de vergadering en heet ook welkom de mensen op de publieke tribune. En bijzonder ook de heer Goud, informateur van deze gemeente. Hartelijk welkom. En natuurlijk ook de vertegenwoordigers van de media en de mensen die ons thuis bekijken dan wel beluisteren. De vergadering is geopend. Wij zijn in voltalligheid bijeen, constateer. Dat is mooi. En dat brengt ons direct bij agenda punt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragen? Ja, mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie heeft enige schroom om op dit moment vragen te stellen over de veiligheid op de kruising van de N48 en N377 bij Balkbrug. En dat heeft twee redenen. Dat is de eerste, op 27 maart heeft daar een tragisch ongeluk met dodelijke afloop plaatsgevonden. En wij zijn ons ervan bewust dat dat deze wegen onder beheer en verantwoordelijkheid van de provincie vallen en niet van de gemeente. Desondanks stellen wij vanavond toch onze vragen en wij doen dat mede namens de fracties van GroenLinks op koers, het CDA 50PLUS en de VVD. Omdat de veiligheid van alle weggebruikers ter plekke in het geding is. Ook het plaatselijk belang Balkbrug heeft daar zijn zorgen over kenbaar gemaakt. En wij gaan ervan uit dat het college zich met ons bewust is van de complexe en gevaarlijke situatie op deze kruising. Aangezien wij als gemeente Hardenberg ook hebben gepleit voor de aanpak ervan. Toen de plannenmakerij rondom de aanpak van de N340, N34 en de N377 aan de orde was. Via de ChristenUnie Overijssel hebben wij ook begrepen dat de aanpak van dit kruispunt als vierde punt, want de maatregel op zich is al uitgewerkt in het zogeheten optimalisatiepakket voor de aanbesteding zit. Onze vier vragen zijn, is het college bereid het belang en de noodzaak van deze optimalisatie nogmaals en met klem onder de aandacht van de provincie te brengen? Is het college bereid, mocht deze optimalisatiemaatregel onverhoopt niet worden aangeboden de raad hierover te informeren, zodat wij richting de provincie actie kunnen ondernemen om die alsnog te laten uitvoeren, zodat de veiligheid op dit kruispunt op termijn permanent beter gewaarborgd wordt. De derde vraag is het college bereid de provincie te wijzen op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de verkeersveiligheid in relatie tot de verkeersintensiteit op de N377? Die eerder toe dan afneemt, omdat het voor veel verkeer een alternatieve route is voor de N340. En door de drukker wordende Noord-Zuidverbinding N48 en N36. En de laatste vraag is het college bereid om vooruitlopend op de definitieve situatie de provincie te verzoeken om tijdelijke maatregelen, in ieder geval voor de duur van de omleiding vanwege de werkzaamheden aan de N34, die veel extra verkeer op de N377 veroorzaakt en volgens planning tot en met 20 april aanstaande duurt. Pas het dank. Goed, dank u wel. Voor deze vragen, die gaan over verkeersveiligheid. Kijk even naar de wethouder die daarvoor verantwoordelijk is, de heer Jans. Ik zal de beantwoording voor zijn. Vier vragen. Even een klein stukje voorgeschiedenis. We hebben een uitvoerig plan gehad over de 340 en de 377, waar ook de aanpak van deze kruising in zat. Toen is er bezuiniging geweest van 100 miljoen. En toen was die er weer uit. Toen is er nog weer wat geld bijgekomen. En toen kwam het verhaal van, hier moeten we het mee doen. Maar er zijn eigenlijk een paar dingen die ook nog moeten. En dat is onder andere de aanpak van deze kruising. Er waren 15 dingen die er eigenlijk weer in moesten. Is er een lijst gemaakt, een optimalisatiepakket. Van als we goed kunnen aanbesteden, dan willen we dit graag meegenomen hebben. Degene die zeg maar, het beste aanbesteden, het meeste meeneemt, maakt het proces. Nou, daar staat deze heel hoog op, nummer 4. En dat komt ook omdat wij ook vanuit Hardenberg telkens hebben gezegd, let op, deze kruising
dienst extra aandacht moet in het veilige worden gemaakt. Dus aandacht ervoor, ja. Als die er niet in komt, willen we dan de raad informeren. Uiteraard willen we het informeren, maar ik hoop niet dat het zover komt. Want ik zou eigenlijk willen zeggen, hij zou eigenlijk sowieso mee moeten. Ook omdat de wereld ook sinds die tijd alweer veranderd is. Alleen, hij is niet onze verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de provincie moet daar zijn. Ik zou bijna tegen u zeggen, pak ook uw eigen kanalen naar de staten toe om te bepleiten dat hij vooral meegenomen gaat worden, desnoods met veiligheidsgeld of wat dan ook. Want hoe meer je de 340 knijpt, en dat lijkt ook weer te gebeuren door hier en daar toch nog maar eens een paar verkeersregelsinformatie te zetten tussen Zwolle en Ommen, ook al in het kader weer van de veiligheid. Hoe meer je die knijpt, hoe meer verkeer er vervolgens over de 377. En nieuw, de nadruk die er is en de aandacht die er is over de verbinding van zuiden naar noorden of noorden naar het zuiden, over de 48 en de 36 van Twente naar het noorden en van Twente via deze wegen ook naar Duitsland. Als die weg drukker wordt, de 48, dan betekent het ook dat die kruising weer drukker wordt. Dus hier is een autonome toename van verkeer bezig. En die zou, wat ons betreft, rechtvaardigen. Dus wij zullen onze kanalen daarvoor gebruiken. Dat gebruiken we ook naar de provincie. Maar het is uw kanalen naar de collega-fracties in de Staten daarvoor ook gebruikt. Op dit moment is er, deze week is er ook contact met de provincie geweest. De provincie is natuurlijk wel een beetje voorzichtig, snap ik ook. Er zijn, zegt de provincie natuurlijk, meer situaties die niet optimaal veilig zijn zoals we graag willen. Is deze wel onveiliger dan andere? Presidentwerking enzovoort. Neem niet weg dat de provincie ook in het kader van wat er nu op de 34 gebeurt en wat er later op de 34 nog gebeurt, daarna ook weer op de 34. Aan werkzaamheden nog wel even extra naar deze kruising kijkt. Voor deze 14 dagen willen ze kijken of ze iets met de verkeersregelatie moeten doen. Zeker op het moment dat er veel jongeren langs fietsen. En ze zijn ook bezig te kijken of ze ook naar de toekomst toe nog met wat kleinschalige maatregelen de huidige situatie kunnen optimaliseren. Wat mij betreft, zeg ik, we moeten vol bezig zijn om te zien dat we zo snel mogelijk die aanbesteding krijgen. Dat we zo snel mogelijk daar bezig zijn en naar de nieuwe situatie komen. Want alle geld dat je nu in allerlei tijdelijke maatregelen steekt, gaat weer van het eindverhaal af. En daar moet je ook voorzichtig zijn. Dus we moeten naar een veilige 377, veilig 40, waar de doorstroming verzekert. En waar ook deze belangrijke kruising een keer veilig vorm krijgt. Volgens mij is dat het antwoord. Vragen die er gesteld zijn. Eigenlijk kan ik heel aantal van die vragen ja beantwoorden, ja verzullen met die optrekken. Akkoord, dank u wel. Voldoende zie ik ook voor mevrouw Hof, andere fracties op dit moment. Dank u wel. Ik kijk even rond of er nog andere vragen zijn. Dat is op dit moment niet aan de orde. Dan gaan wij door naar agenda punt 3, vaststelling van deze agenda. Er heeft een kleine wijziging nog plaatsgevonden vorige week na aanleiding overleg met de fractievoorzitters. Bespreekstukken. Bespreekstukken zijn toegevoegd in de zin van een beschouwing op het verkiezingsresultaat. Dat heeft u allemaal op de hoogte gesteld. Dus dat komt als ingevoegd punt nummer 6 terug op deze agenda en is als zodanig aangepast. Spreekrecht bij de agendapunten. Er geen personen gemeld om in te spreken op. Dat brengt ons dan bij het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 maart, jongstleden. Geen opmerking. Ook nu niet kunnen wij de besluitenlijst dus vaststellen. En zoals gezegd brengt ons dat bij de bespreekstukken vanavond. In die zin een beschouwing van alle politieke partijen op het verkiezingsresultaat zoals dat heeft plaatsgevonden. En het was de wens ook van de raads, van de uw raadsfracties om dat ook in het openbaar te doen. Om ook daarvan nog een terugblik te geven. Ik wou doen op volgorde van binnenkomst.
geven even de gelegenheid om de apparatuur uit te zetten. Volgorde van binnenkomst in die zin, of volgorde van grootte van de fracties. Die een aantal mensen verwonderd kijken. Op grootte dus van de fracties. Dat betekent dat we beginnen bij de fractie van de CDA. En ik geef het woord aan de heer Breukeman. Ja, dank u wel, voorzitter. Openbaar begin van het nieuwe proces waarin we even kunnen terugblikken op de verkiezingsuitslag en de belangrijkste lijnen per partij neer kunnen zetten. En vanaf deze plaats wil ik alle partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongstleden één of meerdere zetels in deze raad weten hebben te bemachtigen, ook van harte feliciteren. U hebt voldoende mensen te weten te overtuigen van uw programma en of uw rol als volksvertegenwoordiger. Ook wil ik bij mijn waardering uitspreken voor zij die zich in de afgelopen periode stevig hebben ingezet tijdens de campagnes, maar niet met partij of persoon in deze raad terecht zijn gekomen. Mooi dat het opkomstpercentage is gestegen naar 60%. En als CDA zijn we natuurlijk blij en dankbaar voor het feit dat we veel stemmen hebben mogen ontvangen. En nu een grotere groep kiezers voor het CDA heeft gekozen, stijgen we van 9 naar 11 zetels in deze raad. En de blijdschap hierover gaat gepaard met een gevoel van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor het bestuur van onze gemeente. Verantwoordelijkheid voor een bestuur samen met andere partijen in deze raad. Verschillen mogen er wezen en die zullen ook in de komende periode, in de komende weken zeker naar voren komen. Maar de kracht van de ontwikkeling van onze gemeente is altijd ontstaan uit een constructieve samenwerking. Wij zien dat ook graag in de komende jaren. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond, maar ook met een gezamenlijk doel voor ogen. Wij zouden het daarom ook zeer op prijs stellen wanneer unanieme ambities van deze raad geformuleerd kunnen worden in een compact raadsprogramma. Tevens hechten wij waarde aan voldoende investeringsruimte in de komende raadsperiode. Wij zullen dat ook nadrukkelijk bij de informateur aangeven. Daar zullen wij ook aangeven dat wij gezien de verkiezingsuitslag bereid zijn om verantwoordelijkheid te gaan dragen in het bestuur van onze gemeente. En gezien de omstandigheden pleiten wij voor 4 wethouders in Hardenberg. Inhoudelijk willen we als CDA's nadrukkelijk inzetten op de vitaliteit en leefbaarheid van alle kernen. En daarbij ook kijken naar het voldoende gemixt woningaanbod, zowel huur als koop. En voor de kernen kijken we ook naar de ontwikkelingen in het IHP. Op het gebied van bereikbaarheid hopen we op een raadsbrede inzet voor de lobby voor de A Drenthe-Twente en het doortrekken van de spoorverbinding naar Groningen. Daarbij hoort wat ons betreft ook de opwaardering van het stationsgebied in Hardenberg, met daarin een gepaste bijdrage voor de gemeente. ProRail en provincie moeten daarin financieel leidend zijn. Hardenberg moet vasthouden aan haar streekfunctie. Dat geldt zowel voor mobiliteit, woningbouw, bedrijventerreinen en de verschillende economische samenwerkingsverbanden. Binnen het sociaal domein willen we opteren met de menselijke maat en in het kader van de armoedebestrijding zouden wij een experiment of een pilot met het basisinkomen zeer op prijs stellen. De signaleringsfunctie voor bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties moeten we benadrukken en we moeten niet alleen financieel of niet financieel, maar resultaatgericht aanbesteden. Ook met het oog op de werknemers in de zorg. Daarnaast moet er nadrukkelijk aandacht voor de jeugd zijn. Bijvoorbeeld via projecten tegen digitaal pesten, maar ook in initiatieven als bijvoorbeeld Hardenberg United. En de uitwerking van de jeugdzorg is een zorg voor ons allemaal. Het is geen geheim dat het CDA zich inzet voor de agrarische sector. En wij zijn er ook nadrukkelijk voorstander van ontwikkelingen en soms ook grootschalige ontwikkelingen in de landbouw. Wel willen we daarbij kijken naar de aspecten van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu, die vaak juist door grootschalige ontwikkelingen geborgd kunnen worden. Ook liggen hier uitdagingen op het gebied van asbestsanering en de vrijkomende agrarische bebouwing. Op het gebied van duurzaamheid zullen we nadrukkelijk kijken naar de innovatie en draagvlak. Ook moeten we oog hebben voor energiebesparing en niet alleen voor duurzame opwekking. Het opnieuw kijken naar het duurzaamheidsfonds is daarbij een optie. Ook de trend van aardgasloos bouwen moet in onze gemeente verder worden voortgezet. We willen een gemeente zijn die ondernemers de ruimte geeft
en deze ook fysiek kan aanbieden op verschillende bedrijventerreinen en een hernieuwde invulling van de zogenaamde rotte kiezer. We zijn blij met de accountmanager voor bedrijven en willen deze ook graag doortrekken naar de agrarische sector. En in 2018 zijn de lasten voor onze inwoners gedaald en wij houden deze graag stabiel en pleiten dan ook voor een OZB die niet meer dan inflatoire mag stijgen. Verder willen we de koppositie behouden als het gaat om de meest toegankelijke gemeente, want het is niet zo dat hier geen verbeterpunten meer liggen. Deze moeten ook worden doorgevoerd in de verdere digitalisering van de samenleving. De gemeente moet meer klantgericht en zich faciliterend opstellen. Dat willen wij bijvoorbeeld ook met de wifi in Dedemsvaart en Harderberg, in de centra daarvan. Faciliterend, dat kan wat ons betreft ook gelden voor de zondagsopenstelling. In samenspraak met ondernemers en inwoners komen wij graag tot een compromis tussen de meningen waarin soms niets kan of alles mag. Met het oog voor plaatselijke belangen en persoonlijke zorgen. Bij het verwezenlijken van ambities van deze raad is de inzet van onze ambtenaren cruciaal. Het proces van de ontvlechting en van de gemeenschappelijke regeling is belangrijk voor zowel raad als college in de komende periode. En daarbij ook de opbouw van onze eigen organisatie. Die organisatie moet niet in zichzelf gekeerd zijn, maar open naar de samenleving staan. Want het CDA constateert dat vele vrijwilligersorganisaties, wijkinitiatieven, kerken en plaatselijke belangen onmisbare schakels zijn van het college bij het leefbaar maken en houden van de gemeente Harderberg. Het CDA ziet ook een belangrijke rol voor deze groepen en het aanpakken van belangrijke thema's zoals bijvoorbeeld eenzaamheid en wenst daarom dat het nieuwe college de samenwerking met deze partijen in de komende jaren intensiveert. Voor de vorming van het nieuwe college wens ik allen een constructief proces toe en de informateur in het bijzonder veel succes. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van het zijde van het CDA. En naar de fractie van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen we het CDA op koers, VVD, 50PLUS en GroenLinks feliciteren met hun resultaat. Groei in een aantal stemmen, helaas voor GroenLinks niet, maar ook een groei in een aantal zetels. En ook alle andere partijen willen feliciteren dat ze een zetel hebben bemachtigd. De ChristenUnie kijkt dankbaar terug op het verkiezingsresultaat van 2 weken geleden. Met 5.159 stemmen en 6 raadzetels zijn wij weer de tweede partij in de gemeente Harderberg. Natuurlijk is het jammer dat we 2 zetels kwijt zijn geraakt, maar dit was een scenario waar wij rekening mee hielden. In 2014 hebben wij een enorme winst geboekt en verloren het CDA. We hebben destijds ook het Arie Slob effect gezien. En daarmee refereer ik naar het openhouden van TBS Kliniek Veld. Wij wonnen in die periode ongeveer 1200 stemmen. Daar waren we en zijn we dankbaar voor, maar we waren ook realisten. We wisten dat het voor de hand lag dat we deze omvang niet zouden vasthouden. Ook misten we bij deze verkiezingen een enorme stemmentrekker in de Krim in de persoon van onze geridderde Klaas Mulder. Daarnaast deed voor het eerst de SGP mee aan de verkiezingen. Dat is uiteraard een goed recht en goed voor de democratie dat mensen kunnen kiezen wat het dichtst bij iemand ligt. Maar ook daarin waren we realistisch en voorzagen we het risico dat dit voor een groot deel ten koste zou gaan van de ChristenUnie. Nu de verkiezingen zijn geweest, kunnen we wel zeggen dat bovenstaande zaken hebben doorgewerkt. Wij vinden het namelijk spijtig, wij konden ervan uitgaan dat we stemmen zouden kwijtraken aan SGP, maar dat deze partij het niet is gelukt een zetel te bemachtigen. Tegelijk weten wij hoe dicht wij bij die 7e zetel waren. We kunnen dus stellen dat het meedoen van de SGP voor de christelijke politiek ongunstig is uitgepakt in de gemeente Harderberg. Bijna 700 stemmen voor de christelijke politiek zijn verdampt en dat doet het weer. Toch zijn we dankbaar en positief over de trend die in het hele land en ook Harderberg zichtbaar is.
Het aantal mensen dat de ChristenUnie stemt, neemt nog steeds toe. Als we de piek in 2014 even buiten beschouwing laten. Ook in 2018 hebben we weer een heel aantal stemmen meer dan in 2010. Hebben we meer stemmen dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. In die zin zijn we positief en dankbaar. Met deze uitslag zien wij een verhouding in zetels tussen het CDA en de ChristenUnie die we al heel lang kennen. Waarin we overigens ook altijd onze verantwoordelijkheid hebben. Wij zien wel dat de verhouding buiten het CDA en de ChristenUnie flink aan het veranderen zijn. In Hardenberg zien we voor het eerst een lokale partij als derde partij. Passend bij de landelijke trend. Overigens, heb ik tijdens de campagne begrepen, is het CDA ook een lokale partij. De lokale partij. Als we vooruitkijken naar het nieuwe bestuur of de coalitie van de gemeente Hardenberg, dan zien wij een aantal uitdagingen. En ik zal even de drie grootste noemen. Op sociaal gebied zien we dat we de transformatie moeten inzetten. Wij willen een brede aanpak met gedegen stappen die voor iedereen tot voordeel is door middel van een regelluwe bijstand. Ook hebben wij het actieplan Waardig Ouder Worden gelanceerd met een aantal praktische verbeteringen voor vrijwilligers en ouderen. Graag zien wij hiervoor aandacht in de komende periode. Dan de positie van Hardenberg in Noord-Oost-Overijssel blijft de komende tijd stevig aandacht. Dit vraagt veel van onze bestuurskracht. In de afgelopen raadsperiode is het netwerk van groot belang gebleken om de streekfunctie voor Hardenberg te behouden. We blijven werken aan verbetering van de bereikbaarheid, voldoende kansen voor ondernemers, het voorzieningenniveau in stand houden en verbeteren. En natuurlijk kansen bieden om te wonen. We zijn dankbaar dat we tegen de stroom in van de krimp zijn blijven groeien in vele opzichten. Dat betekent nu niet dat we kunnen rusten. Maar we moeten blijven inzetten op deze. Dat dient het belang van onze inwoners en zelfs daarbuiten. Dat is wat ons betreft een belangrijke en grote opgave voor de toekomst van onze gemeente. Dan de derde opgave die ligt voor ons op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De gemeenteraad is hierin altijd heel ambitieus geweest. Maar de opgaven worden groot. We zullen hierin dus flinke stappen moeten. Daarin denken we aan het blijven stimuleren van duurzaam opwekken van energie. Het circulair denken doorvoeren. Klimaatadaptief handelen. Rekening houden met grote hoeveelheden water of langere periodes van hitte. En dan tenslotte de zondagsopen. Het is voor iedereen volstrekt helder hoe wij hier tegenaan kijken. Wij gunnen iedereen een collectieve vrije dag en denken dat de openstelling niet alleen vrijheid geeft, maar ook ten koste gaat van vrijheid. Toch zien wij, gezien de verkiezingsuitslag, een verandering op. Wij voelen een expliciete verantwoordelijkheid om ook de belangen van minderheden te vertegenwoordigen die om uiteenlopende redenen tegen de zondagsopenstelling zijn. Wij willen daarom graag meedenken hoe de zondagsopenstelling vorm moet krijgen, zodat er een goede balans wordt gevonden waarbij de meerderheid ook rekening houdt met de minderheid en het minderheidsbelang. Voorzitter. Wat de ChristenUnie betreft gaan we graag met de andere partijen in gesprek over de vorming van een nieuwe coalitie. Wij zien voldoende aanknopingspunten om tot een gedragen programma te komen voor al onze inwoners. De afgelopen periode heeft de coalitie CDA, ChristenUnie, PvdA hard gewerkt aan de opgave waar we voor stonden. Overigens heeft de huidige coalitie slechts één zetel verloren. Voor ons zijn uiteraard het CDA, maar ook de PvdA, partijen waar wij met veel vertrouwen hebben samengewerkt en ook onze samenwerking mee zouden kunnen voortzetten. Of de PvdA dat wil, hoor ik graag van hen. Daarnaast is op koers een duidelijke winnaar en de derde partij geworden. Wij vinden het daarom logisch dat de mogelijkheid wordt onderzocht
of zij ook verantwoordelijkheid gaan nemen. Daarbij merken we op dat de opgaven, zoals wij die hebben omschreven, voor ons wel uitgangspunten zijn om tot een samenwerking te komen. Wij zijn dan ook benieuwd hoe op koers tegen deze opgave aankijkt. Voorzitter, het is goed om te melden dat wij geen enkele partij uitsluiten en dat we vanuit de opgave kijken naar toekomstige coalities. Wij zien ook, als afspiegeling van de Hardenbergse samenleving en de inhoudelijke overeenkomsten, een coalitie tenminste bestaan uit CDA en ChristenUnie. Wij vinden dat de coalitie breder moet zijn. Wat ons betreft kan dat met 3 of 4 partijen. Zoals eerder is aangegeven, is de coalitie CDA, ChristenUnie, PvdA ons erg goed bevallen. Een coalitie van in omvang verschillende partijen, maar in het college besturen op basis van gelijkwaardigheid. En dit vinden wij een mooi en waardevol uitgangspunt. Wij kunnen het dan ook ons goed voorstellen dat de huidige periode wordt gezocht naar een brede coalitie van 4 partijen met elk een eigen bestuurder. Wat de coalitie ook wordt, de ChristenUnie is een partij die verbinding wil maken. In de samenleving, maar ook in de raad en mogelijk coalitie. De kracht van de democratie werkt alleen als de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Of zoals een voormalig fractieleider van de ChristenUnie aangaf, elke coalitie zou moeten opereren als ware het een minderheidscoalitie. Waardoor het altijd zoekt naar verbindingen met partijen buiten de coalitie. Dit is hoe wij altijd hebben gewerkt en ook in de toekomst willen blijven werken. Dit past ook bij de Hardenbergse cultuur in de raad. Een mooi samenspel van coalitie en oppositie met een gezamenlijk doel, het belang van de inwoner. Dat leidde de afgelopen jaren tot veel unanieme voorstellen en stappen voor iedereen. Wij hopen en bidden dat ook de komende periode in samenspel met elkaar wij alle stappen kunnen zetten voor onze waardevolle gemeente Hardenberg. Dank u wel. Dank u wel. We gaan naar de fractie van Op Koers. Nog een bijdrage op beschouwing op de verkiezingsbus. Mevrouw Kelder. Leden van de raad. De nieuwe raad. Nu, 2 weken later, na de uitslag van de verkiezingen, is bij ons op koers.nu alles weer rustig geworden. Tuurlijk, een fijn gevoel. 2 zetels winst. Maar zeer bewust zijn we van wat er gebeurt. Je merkt het ook rondom je heen. Ze verwachten veel van ons, onze kiezers. Dat mag ook. Want we gaan ervoor. In de onderhandelingen zal het ene punt makkelijker te bereiken zijn dan het andere. Maar we zullen alles in het werk stellen om het punt geen betaald parkeren in het centrum vorm te geven. Financieel en oplossingen binnen het parkeren haalbaar maken. Ook ons punt van de zondagopenstelling van winkels. Daarbij willen wij de ondernemers de vrijheid geven om ook op zondag open te kunnen zijn. Het hangt natuurlijk af van de ondernemers, hoe zij dit oppakken. En wanneer wij hen hierbij ondersteuning kunnen bieden, zullen we dat zeker doen. Wij geven de mogelijkheid, de ondernemers vullen dit naar eigen kunnen en willen in. Wanneer zij dit samen oppakken, zullen wij dit zeker toejuichen. Daarnaast speelt ook de reuring in Hardenberg hierbij een rol. Hoe trek je je publiek naar je centrum? Zeker als centrum met streekfunctie moet dit goed kunnen worden benut. Ons volgende punt is de leefbaarheid van de kernen. Uitvoering van bouw je eigen buurt. Samen kiezen wat er in je eigen dorp, buurt, wijk mogelijk is. En nodig is. Elke kern een eigen plan. Ontwikkelingsvisie maken. Dat vinden wij belangrijk. Ons volgende punt is geen grote windmolenparken in onze gemeente. Volgens velen is dit toch
de oplossing voor ons duurzame probleem. Maar voor op koerspunt nu zeker niet. Kijk naar andere oplossingen wat duurzaamheid betreft, zoals zonne-energie, waterstof en dergelijke. We willen dat naar allerlei nieuwe ontwikkelingen gekeken wordt die geen bezwaar en tegenstand oproepen van de inwoners. Tevens het punt van verkeersveiligheid in de gemeente Hardenberg, vooral in Dedemsvaart, onder de loep te nemen om te zorgen dat het verkeer lopend met de fiets, met de auto, vrachtauto's en landbouwverkeer veilig van hun bestemming veilig hun bestemming kunnen bereiken en daarbij ook het openbaar vervoer meenemen. Vervolgens het punt van de woekerrente. Wanneer je mensen in moeilijke financiële situaties zou willen helpen, dan is een woekerrente van 14% niet wenselijk. Voorzitter, wij blijven een constructieve houding aannemen. Het past ons niet om een te grote broek aan te trekken. Anderzijds, we zijn niet van plan ons in ons hemd te laten zetten. Goed, dank u wel. De fractie van de VVD, de volgende in de rij. Het woord is aan de heer Gelling. Heer Stelpstra. Wij doen geen vragen tijdens deze ronde. Dat is aan u als raad. Tot nu toe was er nog geen behoefte om daar gebruik van te maken, blijkbaar. Het is mogelijk. Ik was even benieuwd, mevrouw Kelder, hoe het bij de... Hoe bedoelt u dat? Met, Nou, u geeft aan dat mensen die in de schuldsanering zitten een boekenrente krijgen van 13%. Ja, vanuit de gemeente kunnen ze... geld lenen, daarover moet ze 40% afdragen. En dat is ons te veel. Dat kan 14, veel minder. 13% rente betalen. Ja. Akkoord voldoende. Ja. Voorzitter, mag ik een aanvulling doen? Ja, de heer Bakhuis. Volgens mij moet mevrouw Kelder toch weten wat de laatste verproving is daar over die boekenrente. Dat er geen rente van 40% was gegeven. Best in enkele gevallen het geval was. Maar je meen, verder werd de meeste gevonden. Dat klopt, maar ook in die enkele gevallen zouden we beter moeten kijken. Akkoord. Het woord is aan de VVD-fractie bij monden van de heer Gelling. Doet u het? Dank voorzitter. Voorzitter, ook namens de VVD-fractie een welgemene felicitatie voor iedereen hier in de raad. Veel nieuwe gezichten, maar gelukkig ook voldoende oude gezichten ter bestendiging van de continuïteit. En tot mijn vreugde dan wel schrik, daar ben ik niet helemaal achter, zag ik ook meneer Dogger op de tribune zitten. Die heeft plaatsgemaakt vanuit de raad naar de publieke tribune. Dat moet ermee te maken hebben dat hij geïnteresseerd is naar de opmerkingen die de VVD-fractie gaat maken over de schuldquote. Die wilden ze niet missen, meneer Dogger. Voorzitter, terugkijkend op de verkiezingsperiode heeft de VVD-fractie die gewaardeerd. We hebben het erg leuk gehad. Er staan flyeren in de kou met z'n allen voor de opkomstbevordering. Nou, dat is gelukt, hè? Ondanks de, in mijn beleving, een stuk of 5 flyers die we uitgedeeld hebben. Het was veel te koud, toch een aanzienlijk hogere opkomst bij de verkiezingen gerealiseerd. Zo even is het. De onderwerpen tijdens de gespreksronden waren veelal terugkomend. Ik noem toch even de veel terugkomende onderwerpen. Zonnigopenstelling, gratis parkeren, windmolens en basisschip. We kunnen dan constateren dat dat belangrijke dingen zijn. En voor de informateur, de zonnigopenstelling, daar hebben we de neuzen al voor geteld. Dat gaat wel door. Het gratis parkeren, daar zijn we het ook wel over eens. In ieder geval op koers en de VVD dat daar een gedegen onderzoek voor moet plaatsvinden. Overleg met de desbetreffende ondernemers. De windmolens, even later wat meer, maar ook dat... Voorzitter, is de VVD een mening over en het basisinkomen van een slecht idee? Maar daar zijn we het ondertussen wel over eens. Althans, voor zover het gaat over armoedebestrijding, daar zijn andere maatregelen voor. Daar sluiten wij wel aan bij de ChristenUnie. Er kan best wat gedereguleerd worden, maar basisinkomen komt er geen goede gedachte voor. Dan de uitslag. Ja, wij nemen graag de felicitatie in ontvangst van meneer Stelpstra. Maar het is niet maar de vraag of de VVD een advies gewonnen of verloren heeft. Dat is natuurlijk interessant, want hoe kun je daar nou een vraag bij stellen? Nou, u weet nog dat wij 4 jaar geleden met z'n drieën begonnen zijn inderdaad en miraculeus met z'n 5 geëindigd zijn.
En als je dat dan bekijkt, dat resultaat, dat hebben we er eentje verloren. Maar optimisten als wij zijn, nemen we natuurlijk graag de winst van meneer Stelstra ter onze portefeuille. En hebben wij een zetel gewonnen en die brief is ook naar de informateur gegaan. Dus wij rekenen ons graag tot winnaars. Dan de rest van de uitslag. Ja, 50+ op koers.nu heeft ons niet zozeer verbaasd. Het was een beetje de landelijke trend. Ik moet wel zeggen dat ik mij niet echt met hele sterke argumenten om de oren geslagen heb gevoeld. Maar dat neem ik mezelf eigenlijk ter harte. Want daaruit denk ik te kunnen constateren dat de landelijke trend heel duidelijk was. Dat er een mate van ontevredenheid is ingeslopen ter zake de zittende orde. Vele mensen voelen zich kennelijk niet gehoord en nemen dan een toevlucht. En wel verdiend of hoort tot een lokale partij die kennelijk wat dichter staat bij burgers. Dat is een van de dingen die wij als VVD-fractie heel belangrijk vinden en ook in ons verkiezingsprogramma had opgenomen. Dat we graag een wat laagdrempelige structuur zouden willen zien hier in deze gemeenteraad. Door onder andere ook betrokkenheid van steunfractieleden. We moeten iedereen koesteren, denk ik, die nog de moeite neemt om lokaal betrokken te zijn. Dat geldt ook voor zij die net niet gekozen zijn. Maar bijvoorbeeld ook de mannen van de SGP. Ik zie ze voortdurend. Ik en de VVD-fractie zou het jammer vinden als we mensen die interesse hebben in de gemeentepolitiek en het proces zouden bijdragen. Dus burgerleden zijn wat ons betreft best bespreekbaar. Maar in ieder geval laten we nou eens komen tot nauwere betrokkenheid van steunfracties. Maar wat ons betreft, voorzitter, zouden we het ook prettig vinden als zij die willen inspreken hier in deze gemeenteraad, dat op een wat makkelijker, wat eenvoudiger manier zouden kunnen doen, ook daar laagdrempeligheid zouden willen bevorderen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door niet vanaf dit spreekgestoel het woord te voeren, maar bijvoorbeeld in de raad. Ik wil daar best mijn plek voor ter beschikking stellen als iemand zich daar roept tot het mooie midden. Maar voorzitter, u gaat deze raadzaal toch aanpassen en wellicht is het een idee om een 34e zetel hier aan toe te voegen. De zetel permanent voor zij die willen inspreken zich welkom voelen hier in het Huis van de Democratie. Dat lijkt een fijne gedachte om te komen tot een iets later. Verder voor de korte termijn zou de VVD graag willen praten over de ontvlechting van de BLH. De VVD staat voor een kleine overheid. En de ontvlechting die nu voor ons ligt is ons betreft de ideale mogelijkheid om de structuur en de organisatie tegen te richten. Wij zouden graag wat minder mensen van buiten zien. Wij stellen de prijs wel voor, zitten dat als hier mensen het management voeren, dus ook zonder navigatie naar Bolten en Hansbergen kunnen rijden. Voorzitter, dat is een van de dingen. Dan willen wij graag ruimte creëren voor initiatieven uit de samenleving die zorgen uiteindelijk voor draagvlak. En draagvlak zien wij heel mooi terug en ik verwijs er even naar de meerjarenvisie van de LTO. Heel duidelijk daarin stellen dat ze zoeken naar een license to produce. En dat vind ik een hele mooie gedachte, want wat ze eigenlijk zeggen is dat de transitie die in de landbouw of in het boerenbedrijf, waar ik het grote stellen, moet worden gemaakt, eigenlijk verbinding zoekt met alle betrokken partijen die daar omheen zitten. Dus niet alleen de boeren zelf, maar ook de buren, milieuorganisaties. Alles wordt betrokken bij het productieproces, waardoor je uiteindelijk draagvlak creëert en zorgt dat mensen het fijn vinden. Dat is iets anders naar het CDA dan de stationsomgeving. Daar is in onze beleving kennelijk iemand op een goede dag wakker geworden en heeft gedacht, laten we het station eens gaan aanpassen. Want de spoorwegen vragen daar niet om, de NS weet nergens van, ProRail wil er niets van weten, u wil ze laten betalen, maar voorlopig zijn ze nog niet met uw akkoord. En zelfs de reizigersvereniging Rover heeft niet meer gevraagd dan een toiletgebouw in het gebouw zelf. En dat is iets heel anders dan de 25 miljoen die u wilt investeren. Want immers, meneer Dogge, daar komt hij. De VVD vindt, wat voor plannen er ook gemaakt worden, het wel van belang dat deze vallen binnen de schuldpositie van maximaal 100%. Ja, moet heer Breukelman. Ik vind het een fantastisch verhaal. Mooie woorden ook weer ingegeven door de heer Gelling. Maar zodra ze van de inhoud te ver beginnen af te wijken, dan voel ik toch de behoefte om in te grijpen. En dat is het geval als het gaat bijvoorbeeld om de stationsomgeving. U bent zelf ook bij die presentatie aanwezig geweest. U heeft ook kunnen horen dat als het gaat om ProRail, dat er gezegd is dat het station eigenlijk onveilig is, maar nog niet onveilig genoeg om onmiddellijk in te grijpen. Dus die woorden die je werpt ver van mij. Het is ook niet zo dat de gemeente Harderwerk daar 25 miljoen aan gaat besteden of wat dan ook. Dan moet u echt de financiële paragraaf nog eens nader bestuderen. Dat zal ik u dan ook harte aanbevelen. Nou, voorzitter, dat is echt onzin. De heer Stelstra over hetzelfde. Ja, ik wou toch even een duit in het zakje doen, voorzitter. Het is al langer bekend dat de oversteken bij de stationsomgeving gevaarlijk is. En soms ook met een rampzalige afloop. Ik vind uw kwalificatie van het komt zo even oppoppen. Dat vind ik niet passend bij de stations. Voorzitter, het is een hele duidelijke constatering in de presentatie die ik inderdaad gevolgd heb, dat zowel ProRail als Arriva zich niet voorlopig bezighouden met de ontwikkeling van een nieuwe stationsomgeving. Dat de gemeente daartoe initiatiefnemer is. Wat ons betreft overigens, als dat ter zake de infrastructuur noodzakelijk zou zijn, mag er best wat gebeuren aan de stationsomgeving. Dat is iets anders dan op eigen beweging een plan maken zonder dat je daarbij de steek had betrokken.
Ja, sorry voorzitter. Volgens mij is bij dit plan zijn expliciete stakeholders betrokken. Alleen die hebben aangegeven, wij hebben op dit moment niet de middelen. Nou, dus... als dat dan uw antwoord is, dat voldoende. Als daaruit gezegd is dat ze nog niet genegen zijn om daar mee te gaan, dan zijn we het wel. Nou goed, het is wel zaak dat u die dingen juist presenteert. Zeker. En vergeet u niet de rover die ook gezegd hebben dat ze, ik herhaal nog een keer, graag een toiletgebouw in de huidige plafondsomgeving willen zien. 5000 euro. Dat is nog een bedrag wat over. Akkoord? U begrijpt wel, meneer de informateur, er moeten nog een paar dingen besproken worden alvorens de VVD aan tafel kan, maar die zijn wellicht nog te overbruggen. Voorzitter, de zorg, een belangrijk item voor ook de korte termijn, want de transitie hebben we voorlopig gehad, maar nu moet de doorontwikkeling plaatsvinden. Daarbij is wat ons betreft de vraag van groot belang om niet te kijken naar wat nodig is, of niet naar wat kan, maar wat mensen nodig hebben om hun eigen kansen te bevorderen. Dan de lange termijn, en daar zouden wij graag in aansluiting bij de CDA-fractie willen zien dat omdat die zaken ons allemaal betreffen, daar een raadsbreed akkoord zou komen. En wat de VVD betreft zijn er eigenlijk twee dingen van belang voor de langere termijn. Dat is één, de energietransitie. We hebben het al eerder aangegeven, wat ons betreft zou 100% duurzaamheid uitgangspositie moeten zijn, maar dan wel zonder windmolens. Want immers, daar praten we al 13 jaar over, maar voorlopig wordt er weinig windenergie opgewonden in onze gemeente. Dus technologie is een belangrijk item, laten we daar heel sterk op inzetten. Maar ook de circulaire economie, vermindering van de vraag naar energie. Dus een kleinere ecologische footprint zou wat ons betreft heel helpen. En tenslotte afvalbeheer, een heel duidelijk item ter zake de energietransitie. Een tweede punt voor de lange termijn is wat ons betreft de economische ontwikkeling, waarbij de vraag centraal zou moeten staan wat ons betreft, waar werken onze kinderen over 20 jaar? Is dat nog steeds in de agri, in de recreatie hier of in de maakindustrie? Of zouden wellicht wat andere onderwerpen bekeken moeten worden? En daarbij de vraag die erg interessant is, wat voor opleidingen zijn daar uiteindelijk voor nodig? Hoe willen we wonen en wat voor infrastructuur hoort daarbij? En laat ik dan de heren van de ChristenUnie en de CDA daar plezieren. Mocht het dan noodzakelijk blijken te zijn dat daarvoor een andere stationsomgeving noodzakelijk is en daar draagvlak voor is, dan is wat ons betreft dat nu nog bespreekbaar. Maar zorgt u eerst voor een spoorlijn Groningen alvorens u vooruitlopend daarop een station gaat bouwen. Voorzitter, ik zei het al, wij zouden graag deze uitgangspunten zien in een raadsbreed akkoord. Ter zake de collegevorming, nou wellicht en wel zeker zou ik zeggen, is de VVD bereid om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Ik zou er wel graag willen aangeven dat het team van wethouders ons betreft heel erg belangrijk is, waarbij ambitie op zich heel mooi is, maar ook bestuurlijke en levenservaring wel degelijk gewenst. Wat ons betreft mogen die besprekingen overigens openbaar, maar bij voorkeur zouden wij graag een klacht willen, want we zijn nu 14 jaar verder en voorlopig hebben wij niet anders dan nog een afspraak gemaakt aan de veiligmaking. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik zie geen handen meer om nog te reageren op uw beschouwing. En dat betekent dat wij doorgaan naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Luijten. Om even terug te komen op de VVD, voorzitter. Ik had graag willen reageren, maar ik wist eerlijk gezegd niet waar ik moest beginnen. En tegen de tijd dat ik dat had bedacht, had ook alles al wel weer weggewoven. Volgens mij is de VVD over alles wel te praten. Dan begin ik nu met waar ik mee had willen beginnen, namelijk de felicitaties voor iedereen die hier zit. Natuurlijk een beetje meer voor de winnaars dan voor de verliezers. Maar iedereen die hier zit heeft vertrouwen in ieder geval wel voldoende kiezers weten te winnen. En dat blijft een prestatie. Zeker met de teruglopende interesse in ieder geval in lokale politiek. En wij zullen het de komende 4 jaar met elkaar moeten doen. En wat de PvdA betreft verheugt ons daar nu al ontzettend op. Hoe dat er dan ook uit gaat zien. Net desalniettemin was de uitslag natuurlijk voor ons een tegenslag. We hebben absoluut even geklikt. Voor ons verlies dat we de afgelopen jaren in het college niet alleen met veel plezier, maar naar ons idee ook wel met veel integriteit werk hebben gedaan. Onze eigen René de Vent heeft een heleboel dingen aan elkaar gekregen waar we zeer trots op zijn. Daar hadden we graag mee doorgegaan. Maar goed, wat dat betreft is dan zo'n zetelverlies is natuurlijk dan toch even flink. U hoeft verder wat dat betreft niet heel veel medelijden met ons te hebben. We hebben niet alleen veel plezier, maar ook wat ons betreft een hele prettige collegiale samenwerking met de PvdA en de ChristenUnie.
En dat is wel eens anders. Wat ons betreft had daar geen eind aan moeten komen. Er zijn ook gesproken, en dat was ook een beetje een teleurstelling, dat ook nu in Hardenberg de rechterwind definitief waaien. Dat zal u niet verbazen dat dat voor ons niet het grootste positieve nieuws is van deze uitslag. En dat terwijl Hardenberg voor grote opgaven staat, die hoef ik u niet te vertellen, die hebben we hier de afgelopen 4 jaar met z'n allen ook vaak genoeg besproken. Duurzaamheid, zorg voor elkaar, economie, woningbouw, om er maar een paar te noemen. Voor ons is daarbij altijd het criterium geweest dat al deze onderwerpen cruciaal is dat dat voor iedereen geldt, dat iedereen daaraan mee kan doen en dat iedereen daarvan mee kan profiteren. Het gaat hier in deze gemeente niet alleen om de gezochte mensen met hogere inkomens, een hoge opleiding of die de weg goed kunnen vinden. Nee, het gaat wat ons betreft natuurlijk in deze gemeente ook met nadruk over de mensen die een beperking hebben, die weg niet zo goed kunnen vinden, die ouder zijn of die om een andere reden of een andere tegenslag langs de lijn staan. En het feit dat hier nu een meerderheid, toch zou je kunnen zeggen, rechts is, heeft natuurlijk wel ons nooit ervan weerhouden om daarvoor te blijven inzetten. Dus in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, laten we ons sowieso niet uit het veld slaan. We zijn op, eerlijk gezegd strijdvaardiger dan ooit. Want we willen nog steeds, en misschien nog wel meer dan ooit, gezien deze uitslag, een Hardenberg waar iedereen meedoet. En dat zeg ik met enige nadruk. Een Hardenberg waar iedereen zeker van kan zijn dat je ergens terug kunt vallen. Niet dat als je gehandicapt bent, dat je dan onder het minimumloon moet werken, om dat te zeggen. Niet dat als je in de zorg en de ZZP'er bent, dat je dan ook al onder het minimumloon moet werken. En dat zijn een paar actuele voorbeelden uit de landelijke politiek van de afgelopen week. Hoeft er niet eens zo heel ver terug. Waar je er zeker van kan zijn. Bent dat ieder kind mee kan op schoolreisje, hoeveel geld je ouders ook hebben. Dat er een baan voor je is en een passend huis. En vooral waar je kan leven in een landschap waar we de natuur respecteren en ervan genieten. En niet behandelen als iets wat lastig is en wat je vooral moet bestrijden. Met name tegen het CDA. We kunnen dat ook in beleidstaal uitspreken. Dat hebben we misschien de afgelopen 4 jaar wel iets te veel gedaan. Dat trekken we ons zeker aan. In beleidstaal zou ik zeggen dat wij strijden naar een inclusieve en duurzame samenleving waarin een plek is voor iedereen met zorg voor elkaar en waar rentmeesterschap hoog in het vaandel staat met een actieve armoedebestrijding, bijvoorbeeld een basisinkomen, meneer Gelling. Hoe u het ook wil omschrijven, in beleidstaal of in straattaal, daar ben ik zelf nog niet zo heel goed in, maar daar gaan we de komende jaren ons daar zeer in oefenen. Wij blijven ons daarvoor inzetten, op iedere mogelijke manier die we kunnen bedenken. Zowel hier in de raad, maar vooral ook hier buiten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Luijten. De heer Gelling. Ja, voorzitter, mag ik mevrouw Luijten een vraag stellen? Want u zegt dat u het ZZP-inkomen niet onder het minimumloon zou willen doen, laten vallen. Kunt u mij eens aangeven hoe u dat dacht te doen? Nou, dat zou ik niet weten, want dat is ook niet precies wat ik heb gezegd. Waar het om gaat is dat in de zorg een systeem inmiddels is gecreëerd waar een groot aantal ZZP'ers door de zorgaanbieders in een constructie zijn beland, waarin ze netto per uur onder het minimumloon kunnen functioneren. En dat is iets waar we hier in de Raad de afgelopen 8 jaar natuurlijk ook al vaker over hebben gesproken. Het is maar een voorbeeld van een van de dingen waar wij voor zullen blijven opkomen, dat ook al zit je aan de onderkant van de arbeidsmarkt, je nog steeds gewoon een eerlijk loon. Dank u wel, voorzitter. U doet geen uitspraak over mogelijke coalitie. Even benieuwd naar wat uw gedachten zijn. Als u de verkiezingsuitslag ziet. Als je de verkiezingsuitslag ziet en het feit dat wij van de derde naar de vijfde partij zijn gegaan met een zetelverlies, vind ik het denk ik niet direct in eerste instantie aan om dat meteen te gaan roepen. En ik zou hier kunnen zeggen, ik zou monoloog aan meneer Gelling kunnen zeggen met ons over alles te praten. Maar ondanks ons verlies is dat toch nog steeds niet. En dat betekent dat wij uiteraard openstaan voor alle gesprekken. Maar dat wij wel degelijk, mochten wij toch op een manier weer komen tot verantwoordelijkheid in een college. En dat natuurlijk alleen maar doen op het moment dat we het gevoel hebben dat we onze idealen daarin ook tot uitdrukking kunnen. Onder voorbehoud van het halen van idealen. Bent u bereid? Nou, hartstikke mooi. Ik was wel even benieuwd wie u allemaal onder rechtse partijen schaarde.
Ja, dat is een interessante vraag, meneer Stelpstra, omdat een aantal van de collega's ter rechterzijde en aan de overkant in Den Haag in ieder geval, gelukkig, maar dat ligt aan hoe je het kijkt, maar in Den Haag toch nog iets rechter opereren dan gelukkig hier in Hardenberg, laat ik het zo maar. Maar je zou wel kunnen constateren dat, als ik even veel meekijk en GroenLinks uitsluit, dat driekwart zou je toch minimaal centrum rechts doen. Ja, voorzitter, ik stel voor dat we geen opmerking maken over het vorige kabinet wat dat betreft. Nou, meneer Breukeman, daar betalen wij nog steeds de prijs voor, zullen we maar zeggen. Dus dat gaan we niet nog een keer doen. Akkoord. Hoeft om verder stil te staan bij landelijke politiek of niet? Dat is niet het geval. Ook niet bij de lokale politiek. Dank voor uw bijdrage. Brengt ons bij de fractie van 50+. De heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. 50+ wil beginnen om alle personen die ons hebben gestemd, en dat waren de 1950, te bedanken. Als nieuwe partij zijn we aangetreden dat we in de Overest als enige gemeente 50+ mogen. We willen graag ook komende 4 jaar dat een juiste huisvesting voor ouderen, jongeren, maar ook voor starters. Er zal meer moeten worden gebouwd, onder andere die motorwoningen. En ook bij nieuwe woningen zullen moeten worden bekeken of er toch aardgasloos gebouwd kan worden. Het welzijn van onze inwoners, ouderenzorg, moet van een goede kwaliteit en betaalbaar en beschikbaar voorkomen en zijn. Armoede moet worden bestreden. Zeker ook kinderarmoede willen wij voor hen. Een beter parkeerbeleid. Gratis parkeren is bij ons een van de items. Hiervoor willen wij dan ook een plan gaan indienen. 50+ wil beter openbaar vervoer tussen buitengebieden en kleine kernen. Omdat dit een provinciale aangelegenheid is, zullen we ook hier de gemeente willen verzoeken. Dit is ook gericht in de provincie en wij zullen ook onze mensen in de provincie daar over gaan benaderen. 50+ wil ook graag komen tot een situatie waar het samen doen team 24 uur per dag gedurende 7 dagen telefonisch bereikbaar is. Wanneer een vraag is en er moet direct adequaat worden gehandeld, dat het ook kan. Zondag openstelling is voor ons ook absoluut een item, maar dan wel voor de ondernemer op vrijwillige basis. We hebben veel ambitie en ook min dat niet allemaal alleen kunnen. Maar 50+ wil hier dolgraag samenwerken met alle partijen die aanwezig zijn. Verder wil 50+, de informateur, veel succes wensen bij zijn werkzaamheden. Dank u wel. Akkoord. Dank u wel voor uw bijdrage. Geen vraag op dit moment. Dan gaan wij naar de fractie van GroenLinks. Mevrouw van der Hoek. Voor haar algemene beschouwing. De verkiezingsresultaat. Dank u wel, voorzitter. Ik was zo gewend dat ik de laatste ben dat ik dacht als meneer Rodemond. Maar is natuurlijk een beetje anders geworden. Maar dat bedoel ik echt niet flauw. De heer Rodemond heeft behoefte om te ik reageren. Ik hou ook van u, mevrouw. En soms wisselt dat een beetje en dat doen we volgende keer weer anders. Maar ik denk dat de felicitaties allemaal terecht zijn voor iedereen die hier staat. En met name felicitaties voor de inwoners die massaal zijn gaan stemmen. En we hebben een aantal dagen in bittere kou en wind met elkaar gestaan. En ik heb iets meer flyers dan 5 uitgedeeld. Ik heb er nog 775 bij mij thuis liggen. Volgende keer. Maar we hebben wel ons best gedaan. En verliezen en winnen, dat is maar net hoe je dit interpreteert. En wij hebben sinds GroenLinks in Hardenberg bestaat 56% stemwinst gehaald. Heb ik dan gewonnen? Of heb ik omdat ik geen zetelwinst heb gehaald verloren? Ik moet u heel eerlijk zeggen, het bompt me niet. Want we zijn nog steeds vertegenwoordigd. En we zijn niet weg. Wat mij ontzettend overviel in de campagne. Ik dacht, nou, we gaan campagne voeren, we gaan programma's. Maar de sfeer in de raad werd anders. Het werd scherper. En daar moest ik echt even aan wennen. En naarmate de tijd vorderde, wij naar het lijsttrekkersdebat gingen, dacht ik, godverdomme, dit is ook nog leuk.
dit, de tegenstellingen zoeken. En kijken waar je elkaar verschillen kunt vinden. Terwijl we in de raad eigenlijk altijd op zoek waren naar overeenkomsten om onze mooie gemeente te kunnen bezoeken. En toen we met elkaar afscheid gingen nemen van de oude raad, zei mevrouw Luiten, Poshie, want ik zei dat ook, opeens zijn we nu een team en we gaan de onze verliezen. En ik heb daar nog eens even over nagedacht, dat ik dacht, ja, je begint dus in een bittere strijd. Dat doe je al in de afbouw van je eerste periode. Vervolgens ga je dat gevecht aan voor die stem. Daar hebben we alles voor over. Posters, pitches, kijken hoe je elkaar kunt pakken in elk hoek en gat. Dus een soort spelletje schaken. En dan komt er een uitkomst. En dan ga je feest vieren en wie verliest huilt. En wie wint, die heeft het straks voor te zeggen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat er hier dus 33 mensen zitten met dezelfde intrinsieke motivatie van binnenuit. We willen er toe doen en we willen het goed doen voor iedereen. Want wij wonen hier, ongeacht welke partij uit welke kern de vertegenwoordiging heeft. En dat deed denk ik bij de eet of de belofte afleggen afgelopen donderdag bij iedereen wel iets. Iedereen was toch een beetje zenuwachtig, ik ook, ik deed voor de tweede keer. De opgave die we hier hebben is niet op zoek gaan naar hoe we de verkiezingsbeloftes gaan inlossen, want dat is echt niet makkelijk. Het gaat erom dat we die omgevingsvisie tot stand gaan brengen met onze inwoners. Dat we die ontvlechting echt zorgvuldig doen. Onze verantwoordelijkheid hebben wij voor gekozen. Het is niet het inlossen van makkelijke beloftes, maar dat je het financieel gezond gaat doen voor iedereen. En ik zou het zo ontzettend mooi vinden als wij hier deze periode ingaan zoals we de vorige hebben afgesloten. Met het idee dat we hier een team zijn. Helaas, tot vermaak misschien van een allen, werd er net alweer wat politiek een beetje scherp gespeeld. Dat is leuk. Maar uiteindelijk moeten er wel beslissingen genomen worden. En die gaan nog steeds niet over ons, maar over 61.000 inwoners die van onze beslissing afhankelijk zijn. Ik hoop, nog steeds op dat ene stoeltje, dat we samen 4 jaar lang een team gaan zijn die met elkaar gaat zorgen voor een goed en gezond en veilig gemeente Hardenberg. Dank u wel. Ja, voorzitter, mevrouw toch een kort ja, die vraag aan mevrouw Van Hoek. Op zich denk ik mooie woorden, hè, waar ik ook mee begonnen was. Nou, toch zoek gaan naar de gemeenschappelijke delen, zeggen we er maar. Daarbij mag je in deze periode ook best eens de tegenstellingen die er zijn benoemen. Dat hoort ook zo in de politiek. Ja, u hoort daar volgens mij een mooie visionair verhaal over, zou ik haast willen zeggen. Maar misschien wel praktisch om een aantal inhoudelijke punten voor GroenLinks aan te geven. Meneer Breukelman, dat zou ik kunnen doen. En dan zou ik mijn verkiezingsprogramma herhalen. Die bestaat uit 3 pagina's. Ik zit in de oppositie met 1 zetel. En ik denk dat als je goed naar de kiezer hebt geluisterd, dat de partijen die gewonnen hebben de verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat betekent dat u dat bent met 11. Dat betekent dat Op Koers dat kan gaan doen. Voor mijn part 50 plus de nieuwkomers. Uiteindelijk moet er hier een goed bestuur komen. En wij zijn altijd constructief geweest. We willen duurzaam. Want over 12 jaar gaat wel de gaskraan dicht. Dus ik mag aannemen dat de regerende partijen daar een passende oplossing voor gaan vinden die haalbaar is. Ik ga ervan uit dat we net als altijd voor goede zorg gaan collectief. En dat we gaan voor goede zorg met inkomen en werk enzovoort. Dat weet u, hoef ik niet hier voor de bühne nog een keer te herhalen. Maar u geeft onmiddellijk aan dat u deel uitmaakt van de oppositie. Blijkt daaruit ook dat u geen enkele ambitie heeft om daar een verandering in aan te brengen? Meneer Breukelman, ik heb idealen en fantasieën, maar geen waanideeën. Ik ben GroenLinks, ik ben in mijn eentje. Dank voor het heldere antwoord. De heer Stelpstra heeft ook nog een vraag voor u, mevrouw. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen, het was niet echt een beschouwing wat u gaf. Het was meer een persoonlijke column. Even geïnterpreteerd. Het was ook wel wat, hè, u neemt al wat langer deel aan deze raad. En vandaar ook mijn vraag. U gaf net aan, hè, ik zie een coalitie vormen van alleen maar winnaars. Dat bevreemd me een beetje, want het geeft ook aan, hè, we moeten samen optrekken en ik wil het beste voor deze gemeente, maar u definieert van daaruit dat alleen winnaars een coalitie zouden moeten vormen en ja, andere partijen daar niet aan deel zouden moeten nemen? Ik denk dat het heel goed is dat ik een reflectie doe op hoe ik het zelf heb beleefd.
Omdat ik daar in mijn eentje zit. Dus dat lijkt me op zich niet zo'n probleem. Het is niet dat de winnaars het moeten doen. Het is niet altijd de verantwoordelijkheid door in het college te zitten dat je automatisch dan ook goed regeert of bestuurt. Een hele goede, gezonde coalitie regeert net zo hard mee. En als je die differentiatie niet meer maakt dat wanneer je in het college zit dat je dan verantwoordelijkheid hebt, maar dat een goede, degelijke oppositie en die dat dualisme maakt dat wij hier een gezond en goed gemeente Hardenberg maken, een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om voor te kiezen dan de automatische gedachtegoed dat verantwoordelijkheid nemen uiteindelijk besturen moet zijn. Verantwoordelijkheid hebben we met z'n 33. Akkoord. Dank u wel. Mevrouw van der Hoek voor de bijdrage bij links. En dan komen wij tot slot bij de fractie van D66. Het woord is aan de heer Rodemond. Voorzitter, ik had het idee dat ik al geweest was. Dat ben je zo gewend na 4 jaar. En inderdaad, times are a change. De felicitaties gaan uit wat ons betreft naar zowel de winnaars als mogelijk de verliezers. Het is maar net inderdaad hoe je dat interpreteert in deze raad blijkbaar. Ik voel mijzelf in ieder geval wel als een van de grote verliezers van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen zijn wij gedaald van 2 naar 1 zetels, dank mede aan de VVD was dat al eerder gebeurd, maar ook het halveren van het aantal stemmen heeft ons wel pijn gedaan. Toch dank, ook van ons uit, dat wij mogen deelnemen aan deze raad. Mevrouw van den Hoek duidde dat al treffend. We zijn hier met 33 mensen die alle, inclusief dan ook nog eens weer in het toekomstig college, deze gemeente moeten sturen de komende 4 jaar. We zien, en dat zag ik ook in allerlei appjes en berichtjes en dat soort zaken uit de regio, we zien een landelijk effect. Niet alleen voor onze eigen partij D66. Eigenlijk zagen we dat voor alle partijen wel ergens terugkomen aan de kant van zowel de winnaars als de verliezers. En daarom willen wij graag een oproep doen om ook na te denken hier in Hardenberg ook over meer en betere zichtbaarheid van onze lokale standpunten van al onze fracties. Waarschijnlijk hebben wij onvoldoende, tenminste D66, ik trek het naar mezelf toe, duidelijk kunnen maken waar wij hier in Hardenberg voor staan. En kregen we toch veel al te maken met discussies over referenda en appartementen aan de zee. Ogenschijnlijk heeft Hardenberg gekozen voor een wat behoudende koers. Ik wil niet praten in termen van links of rechts. Maar wat ik wel zie is dat men heeft gekeken naar hoe kunnen wij wat we in de afgelopen pak een beetje 8 jaar hebben opgebouwd, behouden en daarin uitbreiden of uitbouwen. Positief zie ik daarin dat er stabiliteit is gekozen. Maar aan de negatieve kant, als je dat zo wil duiden, en dat wil ik omdat ik aan die kant zit, is het gebrek, mogelijk een gebrek aan een progressief geluid in het toekomstcultuur. Mijn oproep daarom is ook aan de grote winnaars om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het vormen van een bestuur, maar met oog voor de verschillende opvattingen in onze gemeente. Inhoudelijk. D66 staat voor het uitbouwen van de streekfunctie door daar nog meer inhoud aan te geven. Wat ons betreft betekent dat investeren in de economie en vooral de innovatie daar. Niet blijven zitten waar we nu zitten, maar kijken naar de toekomstige mogelijkheden. De VVD refereerde daar ook al aan. Waar willen we werken over 20 jaar? Wat dat betreft moeten we ook goed kijken naar de bereikbaarheid via weg, spoor en water. En natuurlijk digitaal. Daarin moeten we samenwerken met de verschillende omliggende regio's, en dat betekent ook Duitsland. We willen ook aandacht voor onze jeugd in onze gemeente en de toekomstige generatie. Hoe willen zij wonen, werken en samenleven? We willen graag meewerken om dat te bereiken aan een jeugdraad, om hen een stem te geven, om zo te kijken, niet vanuit onze eigen blik, waar gaan we naartoe, maar vooral luisteren naar onze jongeren. Wat willen zij? Welke koers willen zij varen? Het woord is al een paar keer gevallen, duurzaamheid. Het is een enorm belangrijk thema voor ons en wij streven dan ook naar, en dat hebben we geen geheim van gemaakt, naar een volledig duurzame energieopwekking in tenminste 2040, liever eerder. Dat betekent voor ons dat we wel willen kijken naar windmolens, maar vooral ook willen kijken naar de innovaties
om zo te komen niet alleen tot de opwekking van duurzame energie, maar ook een kanteling in onze economie, waar daar kansen liggen wat ons betreft. In Groningen zei men, er gaan 20.000 banen verloren als we de gaskraan dichtdraaien. 20.000 mensen die kunnen ergens werk vinden. Wat mij betreft is dat hier in Hardenberg op dat punt de nieuwe duurzame energieopwekking. Tot slot, goede zorg. Goede zorg en aandacht voor onze inwoners. Niet een technocratische benadering van bijvoorbeeld alleen maar een schoon en leefbaar huis, maar zoeken naar de menselijke maat in de hele zorgketen. Meedoen is inderdaad voor iedereen. Het is al vaker gevallen en voor ons is dat echt een enorm belangrijk thema. En daar wilde ik het voorlopig bij laten. Akkoord, dank u wel voor uw bijdrage. Geen behoefte om daarop te reageren. Dat brengt ons aan het einde van deze algemene beschouwingen. Mooi om te horen hoe de partijen erin zitten, verwachtingspatronen, ambities en dergelijke. Kijk nog even naar de grootste fractie, heer Brugman. Heeft u op dit moment nog behoefte om te reageren? Of zegt u, nou, het proces gaat nu, is gewoon van start gegaan, inderdaad al, met de informatie. Heer Brugman, toch nog even. Ja, nee, exact met die woorden, zoals ook gecommuniceerd is naar bijeenkomst van alle fractievoorzitters, dan wel lijsttrekkers in welke hoedanigheid ook. En dat we vandaag een openbare aftrap hebben, dat er gesprekken volgen met de informateur, en dan zal ongetwijfeld meer duidelijk worden over het verdere proces. Akkoord, met die woorden nog we niet gaan helemaal. Dus niet meer met elkaar in debat, begrijp ik. Ja, als u die behoefte heeft, ga ik daar natuurlijk uiteraard graag in mee. De heer Stelstra. Ik heb in mijn bijdrage nog een aantal vragen bij met name even op koers neergelegd. Ik ben even benieuwd hoe zij kijken tegen de uitdagingen die wij hebben gezet. Ik zou het wel aardig vinden als we dat hier in het publiek alvast een aantal punten met elkaar kunnen delen. Inventariseer even. Is er behoefte bij anderen ook om nog een debat te voeren? Ik heb de indruk dat u de enige bent op dit moment. Maar goed, u heeft uw vraag gesteld. We gaan wel even naar op koers benieuwd toe. Maar ik constateer dat de anderen daar geen behoefte aan hebben om een debat nog uit het na te voeren. Er zijn wat opmerkingen hier en daar gemaakt. Het hoeft ook niet hoor. Als mijn vraag nog even meegenomen kan worden op koers. Dan, ja. Precies. Nou, dan gaan we nu even kijken naar op koers.nu of u nog een antwoord kunt geven op de prangende vragen die vanuit de zijde van ChristenUnie zijn gesteld. Nou, op koers.nu zal in de komende tijd zich echt verantwoordelijk willen opstellen om de bespreking zo goed mogelijk naar ons kunnen te gaan voldoen. Maar hoe precies waar we uitkomen, ja, dat weten wij ook niet, maar u ook niet. Dus, Nee, goed, maar het gaat even om een aantal thema's. Hè. Wij zien de transformatie op het sociaal domein als een grote uitdaging. Maar we zien ook onze streekfunctie als een hele belangrijk item. En als derde de duurzaamheid. Ik wil even bij u proeven hè, hoe u kijkt tegen die drie thema's aan. Of dat voor u ook belangrijke thema's zijn. Natuurlijk is dat altijd de thema's geweest die we belangrijk vinden. Alleen hebt u ons niet nog heel vaak misschien gehoord. Maar het zal nu wel komen, denk ik. Dat is mooi. Fijn om te horen. Dank u wel. Akkoord. Mevrouw van de Hoek. Ik vind het op zich heel erg interessant, voorzitter. Maar er is besloten of voorgesteld dat de grootste partij niet het initiatief neemt tot de informateur en de formatie. Dat het een besloten geheel zou zijn. En toch, terwijl die gesprekken nog moeten volgen, worden wij hier op een of andere manier voor het blok gezet om uitspraken te doen over deelname, al dan niet op over inhoud. Betekent dit dat we nu voorzichtjes aan semi-openbaar bezig zijn? Ik begrijp de nieuwsgierigheid, maar toch. Ja, voorzitter, dat zijn grote woorden die ik me niet in de mond had leggen door fracties van GroenLinks. We hebben met elkaar er is aantal, niemand die u iets in de mond kan leggen, is mijn interpretatie We hebben met elkaar een aantal zaken afgesproken en daar was de eerste van, dat we met elkaar gewoon openbaar beginnen om een beschouwing te geven op de verkiezingsuitslag en om daar de inhoudelijke punten van onze partijen ter tafel te brengen. En als daar een discussie over ontstaat waar mensen over willen debatteren, dan staat dat volgens mij in ieder vrij. Ik heb u het ook voor uitgenodigd om daar nadrukkelijk aan mee te doen. Dat u daar in mijn ogen toch wat gering gebruik van maakt, ja, dat valt u niet aan mij te verwijten. Oh, dus ik heb u verkeerd begrepen. Er is wel een kans dat wij, als wij inhoudelijk met elkaar kunnen matchen, dat zelfs een van de kleinste partijen nog aan kunnen schuiven. Is dat een soort openbare uitnodiging?
De heer Brugman, wilt u nog reageren? Want volgens mij heeft u net daar ook al iets over gezegd. Ja, nee, kijk, als het proces u niet helder is, dan is het volgens mij ergens in de communicatie misschien... Nou, weet ik eigenlijk zeker dat het goed gegaan is trouwens. Goed. Kijk, we hebben besloten met elkaar openbaar te beginnen. U weet dat er gesprek werd, u bent daarvoor uitgenodigd. Als ik dat niet zo zou zijn geweest, was u ook niet uitgenodigd voor een gesprek. Maar volgens mij is het allemaal volstrekt helder, ook voor de fractie van GroenLinks, mevrouw Van den Broek. Akkoord. En volgens mij moeten we daarmee nu ook dit debat maar gaan afronden. Het wordt vervolgd, de informateur is aan de slag en het komt terug ook in deze. Ik wil dit punt 6 afronden. Daarmee zijn de beschouwingen gedaan. Dat brengt ons bij het hamerstuk van vanavond van de Raad. 1 hamerstuk. En dat gaat over invoering, besluit, brandveilig gebruik en basishulpverlening overgeplaatsen. Is er behoefte aan stemverklaring? In ieder geval kunt u instemmen met dit voorstel. Een aantal mensen het eerste besluit dat wordt genomen. Een zeer belangrijk besluit, ook kan ik u melden. U kunt instemmen met dit besluit. Alle 33 raadsleden hier aanwezig hebben ingestemd, constateren. Agenda punt 8, de rondvraag. Is er nog behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval. Dat brengt ons bij de sluiting van deze vergadering. Ik sluit de vergadering en stel voor om even 10 minuten te pauzeren en dan de oriënterende ronde te vervolgen. En die zal voorgezeten worden door mevrouw Hof. De vergadering is gesloten. Dank u wel.